Want het BK heeft ons geleerd dat onze bochten nog een belangrijk werkpunt zijn. Ik heb daarom de hulp ingeroepen van een van de beste stuurmannen uit het profpeloton. Ik moet wel zeggen dat Elodie en ik het sowieso super eervol vinden dat de Belgisch kampioen tijd heeft. Ja, dat is een eer voor mij. Yves Lampaert vernederde enkele maanden geleden de tegenstand op het BK-tijdrijden bij de profs. Geen betere locomotief dus om ons een dag op sleeptouw te nemen. Ik denk ook wel één groot probleem dat wij hebben is bochten. We hebben laatst meegedaan aan het Belgisch kampioenschap bij de 12-jarigen en dat ging... de meningen lopen uiteen, maar dat waren heel veel bochten. En dan vertrokken we zo volle gas en ik vloog op die bocht af en ik durfde die niet meer te pakken. En, en toen dacht ik van, hier gaan we heel veel tijd op verliezen. Ja. Het gaat er niet om hoe rap je in de bocht komt, het gaat erom hoe rap je uit de bocht komt. Mm-hmm. Dat je dan meteen weer de snelheid hebt. Tuurlijk. Want het is dat die je kapot maakt in een tijdrit ook. Dat voor hem optrekken. Als je dat zo stabiel mogelijk kunt houden, kun je wattage ook veel beter en veel langer trekken. Ja, ja, ja. En die ga je bochten? We gaan hier in de straat wat bochtjes doen dat ik blindlings ken en jullie nog niet. Ik ga jullie vooral een beetje leren de bocht, deze bocht nemen. De linkse bocht, ongeveer 90 graden. Jullie mogen dat anders al een keer proberen en ik ga een keer analyseren en kijken. Dat heb van de steen. Zie maar, kijk. Dat is hoe je met kampioenen omgaat. Hè. Dat vind ik echt, dat vind ik... Beste, hè. die drie daar, hè. Elodie is daar. Nog meer naar rechts, ja. Een andere voet naar beneden nou. Het was niet slecht, maar het kan beter. Je hebt je pedaal aan de binnenkant van de bocht naar beneden gehouden. Moet... moet hij aan de buitenkant? Ja, Otto is daar. Ja. Nee, dat was niet goed, hè. Dat was echt... Nee. Was niet goed, sorry. Ik zag toch die remmen serieus toe gaan. Hij zit altijd een beetje verscholen van de snelheid die toekwam. Ja. Maar iets vroeger uit de beugel komen, wat vertrouwen schakelen. Ja. Ik moet een keer afstappen. Nee. Het moment dat je een beetje het karste van de bocht bent te zien, beginnen we in te sturen. Maar dat is vrij laat, hè? Vrij laat, ja. Oké. En we zijn precies op dag uitstap. Ja, hè? Maar ik zit echt al 100 meter voor dat punt, denk ik. Ik moet afscheid nemen van mijn vriend en mijn kindje in mijn hoofd. Want ik ga nu dat huis in. Kien, ga ik het nu voorrijden? Ja. En dat jullie mee vol. Ja. Dan kan ik de goede lijn proberen te tonen. Uw voorrem is eigenlijk voor het meeste vertragen. Ja. En uw achterrem is meer naar corrigeren toe. Die remt niet, hè. Die remt dus gewoon niet, hè. Tja. Een klein beetje druk steken op die pedaal, waardoor je wat meer je gewicht verdeelt op je fiets. Ja. Ah ja. Jee, dat was een beste. Ja. We zijn beter en beter te gaan, hè? Ja. Als ik nu op een gegeven moment zeg dat gaat met de traag, ik haal die in, dan mag hij. Ja, sowieso. Maar hij gaat dat supergoed doen, ik ben ervan overtuigd. Maar ik ben zeker dat je in jullie snelheid 50% rapper gaat dan de eerste keer. Dat zijn wel tips waar we iets mee kunnen. Op een paar uurtjes tijd is dat wel al fenomenaal. Ja, er is een kans dat wij rechtstreeks concurrenten worden van elkaar. Als het zover komt en ik zet onverwachts toch echt een toptijd neer, dan is dat ook wel gedeeltelijk uw schuld. Ai. Ja, maar dan mag je direct mijn trui aan. Geen probleem. Maar... Nee, maar McQueen zou ik erin passen. Gewoon voor het gevoel. Hè. Zou ik die bocht eventueel nog eens mogen nemen met dit truitje? Tuurlijk. Dit scheelt toch 15, 20 kilometer per uur? Hey, en mag ik u zeggen dat dat u ook echt goed staat? Is het waar, voilà. Dat slankt wat af zo. Messia, ik heb hem gesigneerd.